Yo, Twins of Family. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. We gaan deze keer boilies maken voor onze aflevering op jacht naar de grote karpen. Ik zou zeggen, veel kijkplezier. Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Twinstel. Yo. Vandaag gaan we boilies maken voor ons programma. Althans, serie op jacht naar de grote karpen. Ja. Dus daar gaan we onze eigen boilies in maken. Ik ga vandaag beginnen met mijn boilies maken. En morgenavond gaan we dus naar een maat van ons. Die gaat dus ook zijn boilies maken. En dan ga ik dus ook mijn boilies maken. Nou, welke boilies dat zijn, dat zien jullie dus morgenavond. We hebben dus allerlei verschillende smaken. Dus we hebben 3 soorten boilies. We maken allemaal onze eigen boilies. Ja. En degene die ik ga maken, dat gaan jullie zo al zien. Dat ga ik jullie zo vertellen. Ja. Zoals jullie in de shots misschien al zagen. Jullie zagen kaas, lijnzaad, eieren en een beetje goo met smoke effect. Dus ja, je kunt misschien nog wel raden wat het wordt. Dus we gaan beginnen. Kaasboilies, let's go! Hey. Nou, voor de kaasboilies gebruiken we 1 pak tarwebloem, dus 1 kilogram. Een beetje te verdikken pakken we de maïzena, maïsmeel pakken we erbij. Dat is 1 pakje, 250 gram. En ik doe er ook een beetje lijnzaad doorheen. 400 gram gaat er doorheen, of misschien heel iets minder, maar dat zie ik wel eventjes. Maar in ieder geval lijnzaad erdoor. Dan kies ik voor, omdat het kaasboilies zijn, voor de mosterd kaas. Heb ik gekozen. Dus ja, dan gaan we er even een paar plakken doorheen doen. Heel fijn snijden, zodat ze fijn door de boilies zitten. Ja, dat moet wel een lekker geurtje afgeven. Dus ik zou zeggen, niet meer praten, maar werken. Oh. Oh, of we vergeten nog één ding. De goo. De goo. En je ziet het. It's a little bit smoke. Dus, als de boilies in het water liggen, dan doe ik de goo doorheen. Althans, dat doe ik nu al door het hele mengsel. Maar als ze in het water komen, dan geeft dat boilietje geeft een beetje een stofwolkje af. En dat trekt juist die vis aan. Dus het is even een probeersel en kijken of het werkt. Ik heb er wel vertrouwen in. Let's go! En er gaat een heel pak eieren doorheen. Zo, de meel en de maïzena zit nu, of nee, de bloem. Tarwebloem en de maïzena zit nu bij elkaar in. Lijnzaad er doorheen. Ik ga het even husselen. Ik heb besloten om het hele pak erdoor te doen. Zoals je ziet. Ja, het is een stuk beter. Ja, maar je ziet het wel zitten. Dat is wat we willen. De kaas heb ik een beetje opgerold. Leggen we gewoon. Snijden we ze ongeveer in zulke plakjes. Maakt niet uit als er wat grof doorheen gaan. Dat komt allemaal wel goed. De boys worden toch rond. En het is leuk als er wat kaas doorheen zit. En als je het ook ziet zitten. Een pakje. Snijden ze heel iets fijn. Nou, dit is 1 plak, zoals je ziet. Oh, hoos? Oh. Nou, de kaas zit erdoor. Even husselen. Ah, dit worden wel lekkere boilies. Het ruikt wel goed dus. Het ruikt wel goed inderdaad. Nou, het zit hier in ieder geval doorheen gemixt. Je ziet ze niet zitten, maar dat komt puur omdat het bebloemd is, als het ware, bemild. Als dat een woord is. Maar dat komt omdat we aardig wat boilies willen maken. Ja, dus, we er wel genoeg hebben. Vandaar het aantal, of genoeg bloem wat erin. Goo er doorheen. Puur voor de smoke effect. Stap. Draaien, hè. Kijk. Gooi er gewoon wat eieren doorheen. Dan gaan we zo met echte mankracht, nu komt het echte werk, spierballen gebruiken. Om dit tot een mooie meng te maken. Er zitten 10 eieren doorheen. Dus aan de gang. Kom op. Tip van een kijker van de vorige video. We hebben gehoord dat we ook een paar eieren met schilder door moeten doen voor extra crunch. Dus bij deze hebben we er dus nog even 5 toegevoegd. Met schil. Met schil. Nou, de boilie is klaar. Op jacht naar de grote karpen. Nou, als een vis deze boilie pakt, weet je zeker dat het een grote karper is. Dus we gaan naar herprik en We gaan met die manaan. Nu het deeg klaar is, we kunnen er mooie balletjes van maken zonder dat ze te veel kleven. Dan gaan we ze oprollen. Of althans, gaan we een soort
sigaar van maken. Don't smoke, kid. Don't smoke. It's not good for you. Maar dan ga je een sigaar van maken, of een hondendrol, hoe je het ook moet noemen. De meeste mensen die gebruiken een kitspuit, of in ieder geval wat er op een kitspuit lijkt, dat kan dus ook. Maar ja, wij doen het gewoon met de hand. The old fashioned way. En wij hebben in ieder geval de bodyroller, dus we krijgen in ieder geval mooie bodies. Dat is het belangrijkste. Nou, ik heb een mooie boy die op tafel besteld. Hier leg je dan zo'n reepje neer. Zet je het op. Door middel van in je weer gaan worden het balletjes. Dus het scheelt een hoop werk. We hebben geleerd van de vorige keer, want dat was niet leuk. Nee, dat zullen jullie wel zien in de eerdere video die ik zelf heb gemaakt op ons YouTube kanaal. Nou, dat was dus even een probeersel, maar voor de tweede keer willen we het toch een stuk beter doen. Maar er is vis opgevangen. Er is wel vis opgevangen, dus vandaar de goede hoop. Dat geeft wel vertrouwen. Lekker. Nou, wij gaan eventjes aan het draaien. Het is wel even oefenen. Maar als we er straks wat meer hebben, dan checken we jullie weer. Zo, de boilies zijn klaar. Nu een pan met water, kokend water, zet even op het vuur. En dan gaan de boilies erin. En als de boilies boven komen drijven, dan zijn ze goed. Daar gaan ze. De eerste boilies. Cameraatje neergezet voor de timelapse. Nou, de eerste die liggen al op het droogplaat. Ze moeten dus een beetje 24 uur drogen. Na die 24 uur dan kun je even kijken of ze nog wat meer droogtijd moeten hebben. Maar ja, ze liggen er mooi bij. Mijn boilies zijn klaar. De mosterd kaas boilies. Ze liggen nu op een plaat. Liggen ze verspreid uit elkaar. Ze kunnen ze 24 uur drogen. Wat zeg jij ervan? Dat is ook een boilie. Dat is ook een boilie. Jij bent een gorper, hè? Nou, we zien jullie morgenavond. Een gorper. De gorper. Zit je ook op de video. Nou mensen, het is weer een nieuwe avond. Gisteren de boilies van Menno gemaakt, nu gaan we die van Laurens en die van mij maken. Ik ben nu alvast wat boilies aan het crushen die er doorheen gaan. En straks wat nootjes erdoor, plus het beslag en bananen. Dus dat gaat wel lekker worden. Hoe heet jouw boilies? Moet ik er even een naam voor verzinnen. Oh, daar komen we later op terug. En Laurens, hoe gaan jouw boilies heten? Geen idee nog. Moet ik nog even verzinnen. Ook nog even nadenken. Nou, het is in ieder geval tijgenootjes gecrust. Ja. Dus ik denk dat het iets met tijgenoten wordt. Dat denk ik ook wel, ja. Maar daar komen we later wel achter. Heb je niet lang over na hoeven denken hoor. Ik noem ze gewoon de bananenboilies. Er zit meer banaan door dan boilies en nootjes. Dus dat wordt de naam. Gewoon simpel, bananenboilies. Ja jongens, dat zijn al onze ingrediënten. Dat waren jouw ingrediënten. Of mijn ingrediënten. En nu die van Laurens. Zoals jullie zien, tijgenootjes. Liquid Robin Red Extract. Tijgenut Spice. En natuurlijk de bloem en de maïzena. Ja jongens, dat wordt toch even wat. Dat wordt een feestje hier in de achtertuin. Sowieso. Lekker man. Oké jongens, het is gewoon hetzelfde mengsel als gisteren. Anderhalve zak bloem, één pakje maïzena. En voor de rest troep erdoor die we erdoor willen hebben. Precies. Ondertussen zit er al een aap te eten.
Nou mensen, mijn boilies zijn klaar. Ik heb dit keer niet voor de ronde boilies gekozen. Ik heb dus gewoon het lijkt een soort van die Kellogg's. Maar ja, ik heb er dus banaan in gedaan. Ik heb er cashewnoten in gedaan. Krilboilies, die heb ik gecrushed. En daar heb ik ook nog wat goudel in gedaan. Plus banaan. Dus ja, we gaan wel zien wat we erop gaan vangen. Ik heb het super leuk gehad. Dus let's go. En daar liggen ze van Kevin. In het donker. Nou, ik heb tijgernootboilies gemaakt. Met maizena, tarwebloem en eieren. Dus ik hoop dat het gaat werken. Pas wel. We gaan gewoon dikke karpers vangen. Dat is wel wat we doen. En dit is hoe de boilies zijn geworden. De eerste boilies die je nu ziet, zijn van Laurens. En de tweede boilies die je nu ziet, die zijn van Kevin. Nou mensen, vonden jullie dit nou een leuke video? Even liken, abonneer ook eventjes. En laat een reactie achter en dan zien we jullie bij de volgende video. We gaan ook vissen met deze boilies en daar komt ook nog een video over. Dus stay tuned people. Yes.